Reclame nieuws. Oké. Hoi allemaal. Nou, bij deze hebben we de lang verwachte video. Want wij zijn bevallen op 9 maart van Sam. Ik zal heel eventjes zo laten zien. Maar hij ligt heel graag zo, zoals hij nu ligt. Lekker op zijn gemakje. Hij heeft net zijn fles gehad, dus moet een beetje omhoog blijven. En dan komt iemand nieuwsgierig kijken. Ja, je hoeft het af en toe vervelend. Maar goed, wij zijn op 9 maart bevallen. En wij willen jullie eigenlijk een beetje meenemen in hoe het gegaan is. We hebben niks kunnen filmen, want het is veel te snel gegaan. Ja, en we zijn druk geweest nou met een gezin van 5. 6. Ja, Joef is niet echt een gezinsvriend. Ja, maar daar hebben we het ook druk mee. Mm-hmm. Maar goed, voordat we dadelijk weer in discussie gaan, hè Niels? Ik zal eventjes jullie meenemen in hoe het een beetje is gegaan. Op maandag 8 maart had ik een afspraak in het ziekenhuis. En ik had gewoon simpele controle, zoals eigenlijk iedere week wel was. En toen zei ze van, je wordt vrijdag ingeleid toch? Ja, dat klopt. Ik word vrijdag ingeleid. Want die afspraak hebben we gemaakt omdat het lichamelijk gewoon lastig werd. En ook in verband met Jordi, dat we dingen konden regelen. Eigenlijk gewoon het hele plaatje, zeg maar, compleet kwam op dat moment vrijdag gewoon het beste uit. En dat stond allemaal besproken. En toen zei ze van, ik wil eigenlijk toch eventjes kijken of je ontsluiting hebt. Want ik klaagde ervan dat ik echt het idee had dat er iets aan het zakken was. Toen is ze gaan voelen en toen zei ze tegen mij, je hebt 3 centimeter ontsluiting. Toen maakte ik nog de grap, nou dan zie ik je morgen wel weer. Zei ze, nou nee, dat denk ik niet. Nou, gewoon gaan slapen. Ik ben opgestaan, zoals elke ochtend. De kinderen gedaan. Jordi werkte niet mee. De hond was vervelend. En ik had echt zoiets van, oh, nee, ik kan dit vandaag niet hebben. En ik had al de hele dag zo'n gevoel. En nou, eigenlijk de hele dag dat gehad. Toen is Niels thuis gekomen van zijn werk. En ik merkte ik al aan Mandy dat het niet helemaal soepel ging allemaal. Ja, dus toen zei ik van, ik heb niet gekookt, dus geef de kinderen maar eten uit het potje. Ik zei gewoon, dat gaat dan niet worden dit. Toen heb ik voor ons gekookt. Frietjes, gebakken. Maar ik heb de frietjes niet aangeraakt. Want ondertussen dat jij bezig was met de frietjes, wat heb je toen gedaan? De stopwatches erbij gehouden, hoe lang ja, de mogelijke weeën duurde. Ja. En dat was 3 minuten. Ik denk, oh, dan kunnen we beter naar het ziekenhuis toe gaan. Ja, dus ik heb mijn moeder opgebeld. Ik zeg, mam, kom de kinderen halen, want ik ga vandaag bevallen. Toen zei ze, ja, natuurlijk. Ik zeg, ja, nee, kom echt maar. Niels is daarna, toen ik mijn moeder heb gebeld, is hij de sleutel bij Bianca en Manuel gaan brengen. Nu heb ik de hond even uitgelaten. Want je weet nooit hoe lang je weg bent. Nee. En toen heb ik ondertussen ook Bianca opgebeld en gezegd, ik weet het niet meer, help. Mijn ouders die zijn onderweg en ik denk dat ik gewoon naar het ziekenhuis moet, want het gaat er niet worden zo. En toen is ze gelijk met me meegelopen. Ja. En wij zijn toen gegaan. Nee, ik heb het ziekenhuis opgebeld. Oh ja. Ik heb het ziekenhuis opgebeld en op het moment dat ik het ziekenhuis belde, kreeg ik een perswee. En die heb ik wegstaan vloeken. En toen zei het ziekenhuis, kom maar. Dus toen is Bianca hier gebleven bij de kinderen. En mijn ouders zijn ondertussen gekomen om de kinderen op te halen. En zij maar die waren er nog niet? Nee, die waren er nog niet. Maar wij zijn ondertussen dan naar het ziekenhuis gegaan. En ik heb dus, ja, tot en met... ja, dat we in het ziekenhuis waren, had ik dus al perswee, hè. En toen kwamen we op een gegeven moment op de afdeling terecht. We waren een kwart vlak daar op de kamer. Ja, toen wilden ze zo'n band omdoen. Zo'n band voor... De hartslag van de baby en de weeën te controleren. Ja. En toen zei ik al van, laat die band maar zitten, want dit gaat hem niet worden. Dat doet veel te veel pijn. Ik denk dat ik moet gaan persen. En toen zei ze, nou dat denk ik niet, want je water is nog niet gebroken en dit en dat. Ik zeg, nee, ik zeg maar bij die andere twee hebben ze het ook zelf moeten breken. Is het ook niet vanzelf gegaan. Ik zeg, dus bij deze
Ik zeg, ik denk dat er een verloskundige moet komen om te meten. Ha, zegt ze, dat hoeft niet. Uiteindelijk heeft ze toch gebeld, omdat ik zo standvastig was van, hè, er moet iemand komen. Mm-hmm. En toen is ook de verloskundige gekomen en die heeft gemeten. En toen kreeg ik te horen dat... Volledige ontsluiting er al was. Ja, toen zei ze van, ik ga de vliezen doorprikken en we gaan beginnen. Ja, en toen was het 7:45. Nou ja, toen ze de vliezen gebroken had, toen werd het even wat rustiger. En toen... Toen kwamen je weeën. Ja, toen vroeg ze aan mij, wat wil je wel, wat wil je niet? Mm-hmm. Toen zei ik tegen haar, wat wil ik niet? Ik zeg, nou, kan dat het beste vertellen. Ik zeg, ik wil geen spiegel, ik wil niet horen dat er een kindje, dat er een hoofdje aankomt. Ik wil niet horen dat haar heeft of geen haar heeft. Ik wil niet horen dat ik mijn ogen open moet doen. Ik zeg, ik wil gewoon dat ding eruit persen en klaar. Nou, zegt ze, dat is goed, dan gaan we dat doen. En ze heeft me eigenlijk ja, wel begeleid van hè, een keer ademen. En toen op een gegeven moment toen, moest ik even wachten met persen. En toen zei ik, denk het niet! En ik perste hem er gewoon verder uit. Dus, ja. En toen was Sam geboren. Ja, toen lag ik op mijn buik. Ja, en ik zal nu eventjes een paar foto's voorbij laten komen. Toen hij net geboren was. Eigenlijk kort maar krachtig mijn bevallingsverhaal, hè? Ja. Ja. Ik heb heel erg naweeën gehad. Echt heel erg naweeën. Ik gaf gelukkig geen borstvoeding, want dan zijn ze alleen nog maar erger. Want ik heb bij Jordi en Lima ook naweeën gehad, maar deze waren het ergst. Dat komt gewoon omdat het zo snel gegaan is. En ik moest na de bevalling ook een half uur... Oh nee, ik moest na de bevalling een uur... Blijven liggen met blijven Sam op je buik. Ja, en dan een half uur zei ik tegen jou, pak hem maar over. Ja. Het ging echt niet. Ik had zo'n pijn. En toen zei ze ook van verpleging van, ja, dan ga maar douchen. Want als het echt niet kan, dan gaat het gewoon weg niet. Toen heb ik nu als eerste flesje mogen geven. Hebben we ook nog een foto van. Die zie je hier ergens voorbij komen. En... ja, toen mochten we na een paar uur alweer naar huis. Ja. Ja, hebben we iedereen ingelicht. Ondertussen dat we in het ziekenhuis waren, voordat we naar huis mochten. Die geboren was. Ja, en toen waren we thuis. En de kindjes die waren... bij opa en oma. Bij opa en oma. Ja, dus dat hebben we eventjes kort maar krachtig geregeld. Ja. En nu zijn we alweer een maand verder, hè? Ja. En ja, het gaat allemaal goed. Sam heeft al spruw gekregen. En daar heeft hij vrij veel last van gehad. En hij snottert ook. Maar ja, zo is Liam ook ter wereld gekomen, Niels. Al snotterend. Ja, en die wordt nu ook hartstikke groot. Ja. Ja, als je gaat vergelijken met hem en met Liam en met Jordi. Ja, dat is zo apart. Ja, je ziet in alle drie dat het broers zijn van elkaar. Ja, oh, daar heb ik ook nog een foto van. Die zie je hier ook ergens voorbij komen. Ja, we zijn eigenlijk wel van mening dat Sam het meest op Jordi lijkt, toch? Ja, vooral als je huilt. Ja, wat doet hij dan? En Jordi doet echt precies hetzelfde. Ja, we zijn echt precies hetzelfde. Wat dat betreft echt, ja. Maar ja, hè, het is allemaal gebeurd. En deze video hebben we nou dan opgenomen. Er komt nog een video aan van wat we afgelopen maand een beetje hebben opgenomen. En dan gaan we weer beginnen met vloggen. Ja, nou wordt het ietsjes drukker op de vlog nou.
Ja. Dan gaan jullie ook waarschijnlijk zien dat het af en toe niet te doen is. Want ik heb af en toe 3 kinderen tegelijk. Maar ja, hè, het is te doen. Dus we... Ja, en ze geven heel veel liefde terug. Ja. En vooral Liam vindt het ook echt leuk, hè. Mm. Liam vindt Sam ook echt leuk. Jordi niet. Jordi reageert eigenlijk hetzelfde als bij Liam. Boeit hem niet. Jordi is wel blij dat Sam minder herrie maakt als Liam. Ja, Liam kan heel erg schreeuwen, krijsen. En hij ook als doet... er niks aan de hand is. Ja, en hij doet eigenlijk het tegenovergestelde. Hij schreeuwt, hij krijst niet. Hij laat gewoon horen dat hij honger heeft. En... Ja. Dat was het eigenlijk wel. Het is niet zo dat hij echt... dat je zoiets hebt van mijn oren gaan eraan. Maar hè. Dit was eigenlijk wat we wilden melden. Toch? Ja. Bij deze willen we jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Tot de volgende keer.